logo, maar we wouden toch een herkenbaar logo maken specifiek voor het gebouw en het domein Paddenbroek. We hebben daar Sava opgezet, maar die zal daar straks direct wat meer over vertellen. En het is een heel mooi, eenvoudig, licht logo geworden dat perfect past en echt herkenbaar is voor het domein van Paddenbroek. Ja, ik ga jullie niet te lang in spanning houden. Ik ga het logo vrij snel tonen. De uitleg is al gebeurd over het logo door Christa. Dus voilà, bij deze. Dat is het nieuwe logo van Paddenbroek. Ja, eenvoudig inderdaad. Herkenbare lijntekening van het gebouw. En ook de boom die verwijst naar pijler natuur. Een van de pijlers hier op Paddenbroek. Nu, de boom, dat is nog wel een leuke kanttekening. Want effectief, de notelaar achteraan, daar verwijst hij ook een beetje naar. Voilà, dan denk ik dat die uitleg wel toont wat we hier allemaal gedaan hebben. En dan gaan we het welkomstbord vooraan, denk ik, onthullen. Hè. Ja, klaar? Ja. Allee, 3, 2, 1. Ja. Voilà, voilà. Dat was goed, zeker. We hebben daar gezocht voor een bord met een opening, omdat eigenlijk, ja, we zaten een beetje in twijfel van, je kan een foto zetten, maar je staat eigenlijk al voor het gebouw. Dus je ziet het gebouw al. Dus hebben we daar gezorgd voor die opening, wat dan eigenlijk met de seizoenen meegaat. Ja, je ziet eigenlijk altijd een andere achtergrond, dus dat vonden we wel heel tof. Samen met het logo hebben we ook een mascotte voor Paddenbroek gemaakt. Ja, een van de doelgroepen dat hier toch wel heel vaak komt zijn gezinnen, maar ook wel kinderen. Hier wordt aan natuureducatie gedaan door onze partner Regionaal Landschap. Dus hier komen wel heel wat kinderen over de vloer. Anderhalf jaar geleden ongeveer heeft kunstenaar Jan Springgaal hier een beeldje gemaakt voor Paddenbroek. De Pad in Broek. En we vonden dat wel een hele leuke om die lijn door te trekken voor onze mascotte. Dus ook deze gaan we direct eens tonen. Zie. Dat is onze mascotte geworden. Dus die kunnen we ook wel in communicatie gebruiken naar die doelgroepen waarover dat ik er juist sprak. We hebben die op verschillende manieren laten ontwikkelen. Dus dan kunnen we die wel op meerdere manieren gebruiken.